Hé, hey, waar heb je? Oh, yes! Yes! Yes. Redelijk mijn best gedaan, ja. Het is weer gelukt. Welkom bij Vraag het Google, waar we elke week jouw vragen beantwoorden. Ja, het is nu eigenlijk zondag. We hebben net Vraag het Cupido gehad voor de verandering. Natuurlijk morgen Valentijnsdag. Cupido, ja, hoe was het? Het was echt super om te doen dit. Ja. Ik vond het zo leuk. Het was super chaotisch was het. Maar we hadden veel bellers, we kregen veel mailtjes. Je hebt een hoop liefde kunnen creëren. Spread the love. Precies. Ja, precies. Het was heel tof. Ja, je kon natuurlijk kaartjes winnen voor de Chromecast Valentine's Movie Night. Ja, de Chromecast zelf kon je winnen. Zeker ook. En je kon natuurlijk een roos winnen. Deze rozen. Alsjeblieft. Nou, dat vind ik lief. Dat je het ook zo goed hebt gedaan. Dankjewel. Het was leuk. Zullen we kijken wat we gedaan hebben gisteren? Ja, laten we het even doen. Yes! Yay! Dames en heren, we zijn live met deze Cupido-actie. Hoppakee, op Google. Vera Kok, die vraagt via de e-mail. Ik vind een jongen uit mijn klas al een tijdje leuk, maar ik durf het niet te vragen. Wat moet ik doen? Het beste is gewoon eigenlijk er gewoon op af te stappen. En gewoon te zeggen, joh, ik vind je heel erg leuk en ik weet niet hoe oud je bent. Maar als je zeg maar de basisschool zit, nou, dan kan je zeker vragen of jullie een keer samen wat kunnen gaan drinken. En als je... Samen spelen? Ja, precies. Cupido, ja. Ik krijg een vraag. Ja. Ben jij eigenlijk verliefd? Oh man, ik ben verliefd op alle mensen. Van Annemarie. Ja. Of jij misschien je vleugels even aan wil doen. Oh man, ik heb ze net uitgedaan en toen sloopte ik het halve decor hier. Kan je ze zien zo, mijn vleugels? Oh. Ja, ik ga niet daar staan, want dan sloop ik echt het hele decor. Want ze zijn veel te groot. Ik bedoel, als je een beetje wil kunnen vliegen, dan... dit is het. Dit zijn mijn Valentijnsvleugels. Krijg je weer een verzoekje binnen via de mail van Marjan uit Den Haag. Die wil heel graag dat Cupido een serenade brengt aan haar vriend Diederik. Nou, Cupido, Sacrifice van Anouk. Can sacrifice me. Jij kan ook zingen, toch? You can sacrifice me. You can set me free. Yeah. And be. Who you wanna be? Ja, we hebben altijd al wel een beetje... Ja, het was nooit echt officieel, maar nu wel. Nu wel, maar nu leuk. Wel. Sinds wanneer is het officieel? Sinds dit belletje nu? Of al eerder? Een half jaar. Nee, ik denk... Ja, wel een paar maanden al. Een paar maanden is het echt wel officieel. Voor mij is het al best wel lang officieel. Kim, jij krijgt gewoon... Hoppakee! Oh, de kaartjes. Voor jou wordt een uitzondering gemaakt. Superleuk. Ga er lekker van genieten. Je hebt die kaartjes gewonnen. Kim, wat wil je nog meer? Een roos. Een roos! Je denkt gewoon, ik probeer nu gewoon echt alles eruit te halen. Kunnen die wat er nog bij doen? Ja, joh, Kim, jij krijgt van ons ook een roos. Een roos. Ja, volgens mij gaat Anke pech hebben, want iedereen probeert nu tussendoor te bellen. Ik snap het ook. Iedereen denkt. Ik zit heel. Oké, het wordt nu geprobeerd. Hebben we nog iets weg te geven? Ja, rozen hebben we weg te geven, denk ik nog. Hallo? Spreken we met Anke? Eindelijk, ja. Yeah. Nou, voor ons. Jij zegt eindelijk. Maar voor ons is het ook een beetje eindelijk, want we kwamen er echt niet doorheen. Het lukte gewoon echt niet. We hebben weer 100 oproepen gemist hier de hele tijd. Anke, we hebben zo ons best gedaan. Ik verwacht ook echt wel even een hele goede vraag nu. Come on. Ja, nou, mijn beste vriendin. Ja. Dat is eigenlijk een internetvriendin. En die woont zeg maar 2 uur bij mij vandaan. Zo. Dus daardoor zie ik toch zeg maar heel zelden. En heel weinig. Dit jaar nog helemaal niet. Ja. Ja. En ik kan dus ook met Valentijnsdag niet naar dat toe natuurlijk of zo. Nee. Dus ik wilde eigenlijk wel iets speciaals doen voor haar. Wat leuk, wat goed dat je belt. Maar jullie hadden eerst al gezegd, want ik was diegene die eerst zei of jullie een pizza wilden sturen. Jij was Miss Lonely ook, zeg maar. Ja. Je hebt een beetje de Lonely Blues. En toen zei ik volgens mij, van als er iemand is dat je toch zoiets nog een leuke Valentijn kan hebben, dan kan het op die manier. Dat ben jij toch, Anke? Ja, en zouden jullie dan misschien die roos of die pizza of allebei naar mijn beste vriendin kunnen sturen? Ja, ik denk dat een pizza eten met roos erop niet zo heel erg lekker is. Maar dat is een heel flauw grapje van mijn kant. Maar ja, die pizza, dat gaan we sowieso regelen. Die roos, die gaan we ook gewoon sowieso regelen. Ja, en misschien kunnen we eigenlijk nog wel wat leuks doen. Ik kijk even naar deze kant. Hebben we nog iets extra's? Mogen we ze nog weggeven? Anke, deze is voor jou. Jij mag namelijk met je beste vriendin, die al ondertussen al... hoe lang je vriendin is? Nou, heel lang. Ze reist. Ze woont 2 uur bij je vandaan. Super hectisch allemaal. Wij zorgen dat jullie samen nog naar het filmfeest kunnen. Het Chromecast Valentine's Movie Night. Dat plus een pizza, plus een roos. Plus een pizza, plus rozen. Hoi. Wie ben jij? Hoe heet jij? Ik ben Pim.
Ik heb een hele leuke vraag. Zou je misschien een roos willen sturen naar mijn allerbeste vriendin? Ja? Ja. Dat kan. Daar zijn we voor. Ja, het is helemaal top. Dat vind ik superleuk dat jullie dit doen. Cool, man. Leuk. Goed te horen. Maar naar een hele lieve vriendin of toch iets meer? Ja, nee. Hoe heet ze? Ze heet Madelief. En dan had ik nog een vraag. Ja. Op mijn tv heb ik een Chromecast. En ik zag dat je er ook een kan winnen. En we willen ook heel graag bij je harenfilm kijken. Ja. Om ze redelijk te doen natuurlijk. Ja. Hoe kan je die winnen? Weet je wel, we kunnen die Chromecast natuurlijk wel weggeven aan je. Maar het is ook wel leuk als je er even wat voor doet. Ja, ik zou wel moeten verdienen. Daar ben ik het wel mee eens. Ja, toch? Kan je een beetje zingen? Ja. Ja, doe even een liedje. Dat vind ik leuk. I will always love you. And Ja? Will always love you. Heel goed, ga door. Goed. Ja hoor. Ja, ik wil dit applausje maken. Wacht even, ik moet even... Heb ik nog eentje? En die zegt dat hij geen talent heeft. Bam, hier, kanon. Komt hij aan, deze... Voor jou. Wij zijn heel blij en heel verliefd met jullie. Ik hoop jullie ook een klein beetje met ons. Iedereen die prijzen heeft gewonnen, super gefeliciteerd. Jullie die dat niet hebben gewonnen, doe gewoon iets wat je hartje ingeeft. Ik vind wel dat veel mensen hun best hebben gedaan. Vind ik absoluut. En allemaal gewoon gedurfd. Dat vind ik knap. Heb een hele mooie Valentijn. Dikke kus van ons. Dag. Doei. Ja, en wie ruimt het op? Ik ga naar huis toe. Bedankt voor je hulp in ieder geval. Graag gedaan. Ik vond het heel leuk. Ik ga mijn vleugels even zoeken en dan vliegen zo er vandoor. Kijk, die vleugels, die zijn, waar zijn die nu? Ja, die had ik dus op. Zo, en even reconstructie. Het beeldje stond daar. En ik liep dus hier met dat ding op mijn rug en vervolgens... Kabam! Gooi ik hem om. En dit was het eindresultaat. Holle, ja, je kan de binnenkant van ons hondje. Wat is het eigenlijk? Was het een hondje? Zoiets? Ja, een soort van chihuahua-achtig beestje. Is te zien. Dus die zien we niet meer terug, ben ik bang. Nee, of ik kom wel met iets nieuws. Lijmpoging. Dat zou ook nog kunnen of ik haal wat nieuws. Ook leuk. Maar ik ga het regelen. Maar het was de moeite waard. Dat zeker. In ieder geval. Dat was Vraag het Google deze week. Heb je een vraag aan ons? Laat hem achter in de comments onder de video. Of doe een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. Zie je volgende week. Doei! Dry your teeth. Dit akkoord ken ik even niet, maar niet uit. Ga maar door. Could hold you for a million years. Het is improvisatie dit. To make you feel